Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt. Dit is de nationale beatwedstrijd van Bit72, week 45. Bob en ik hebben de handen weer geboden. En uit de vijf handen heb ik deze hand gekozen. We nemen plaats op de stoel van Bob. En je bent aan de beurt. Nou, je telt je punten. 6 in ruiten. 2 in schoppen en 2 in harten. 10 punten. 4-3-3-3. Of 4-4-3-2, sorry. Dus je zegt pas. Partner biedt 1 klaver. Dat is bij ons vanaf een tweekaart. Er komt 1 hart ertussen. Nou, hier biedt je dublet. 19 dublet. Een vierkaart schoppen. Je partner biedt 1 chance toe. Merk op dat 1 chance toe hoeft niet speciaal een hart te stop te zijn. Geeft aan, ik heb minder dan een vierkaart schoppen. Ik heb een verdeelde hand. En partner, zeg jij het maar. Dan hebben we hier 10 punten. Nou, ten opzichte van 12 tot 14 met onze verdeelde hand. Gaan we eens een keer beheerst doen. En Bob kon zich ook beheersen, dus die heeft gepast. En dat was dit keer goed, want ik had ook niet zoveel over met mijn 12 punten met mijn 4-3-3-3. En hier zie je de hele hand. En Sans scoorde hier de 10. En zo gaat het verder naar beneden. Eens kijken of dat er nog mensen... Er zaten ook een aantal zoals in 3 Sans, hele enthousiastelingen. En ook wel een groepje in 2 Sans. Dus bij deze, ik zou zeggen, veel plezier weer met het bieden van de handen deze week. Ja, eens kijken of dat het deze week weer beheersing gaat worden. Of moeten we weer naar groot slam? We gaan het allemaal zien. En veel biedplezier deze week. De groetjes.